Of u nu de moeren van uw fiets aandraait of aan uw auto sleutelt, een ringsteeksleutel kan het werk veiliger en makkelijker maken. Met de beste ringsteeksleutel kunt u moeilijke plekken breken en toch kracht zetten zonder uw knokkels open te halen. Een ringsteeksleutel van hoge kwaliteit gaat een mensenleven lang mee. Met een ringsteeksleutel kunt u bouten en moeren los en vastdraaien met het U-vormige open uiteinde of het gesloten ringvormige uiteinde dat een zeskantige vorm heeft. Ringsteeksleutels zijn te verkrijgen in Engelse en metrieke maten. Om te beginnen wordt een stalen staaf in een snijmachine in stukken gesneden. Elk stuk wordt straks een steeksleutel. Eén voor één worden de baren door een machine in een inductieapparaat geschoven. Ze worden tot ongeveer 1000 graden Celsius verhit en gaan dan een smeedpers in, waar de eerste matrijs de steeksleutel zijn globale vorm geeft. De tweede matrijs geeft hem zijn definitieve vorm. De derde snijdt het overtollige metaal af. De steeksleutels komen de smeedpers uit en koelen af terwijl ze naar een kist worden getransporteerd. Een werknemer schuurt de snijnaad weg, een dun lijntje van overtollig metaal dat ontstaat als de onderste en de bovenste matrijzen bij elkaar komen. Hij zet de sleutels in een automatische randpolijstmachine. Met een middelgrove schuurriem schuurt de machine de snijnaad aan beide kanten weg. Als de steeksleutels uit de schuurmachine komen, is de snijnaad verdwenen. Dan plaatst de medewerker elke steeksleutel onder een hydraulische pers van 75 ton... die de merknaam, de maat en het onderdeelnummer erin drukt. Deze machine geeft het ringuiteinde een hoek van 15 graden. Een verticale freesmachine boort dan een gat in het ringuiteinde. Er wordt koelvloeistof opgespoten, zodat de boor niet te heet wordt. Dit is een hydraulische hexagonale gatenboor. Met deze boor wordt een zeskantig gat gemaakt. Ook steeksleutels met een open uiteinde gaan langs een gatenboor. In dit geval boort het apparaat het open uiteinde in de gewenste maat. Dan worden de open uiteinden van de steeksleutels geschuurd, zodat ze volkomen glad zijn. Nu worden de steeksleutels in 3 fasen verhit om het metaal te harden en sterker te maken. Bij een aantal ringsteeksleutels snijdt de machine een opening in het dichte uiteinde die een zeskantige vorm krijgt. Dit maakt van de steeksleutel een flensmoersleutel die ideaal is voor bouten die moeilijk te grijpen zijn, zoals bij een hydraulische leiding. Keramische steen en een chemische stof polijsten de steeksleutels 8 uur lang, waardoor ze een mooie glans krijgen. Dan dompelt een machine de steeksleutels in een nikkelbad om te voorkomen dat ze gaan roesten. Deze serie baden geeft de steeksleutels een laagje trivalent chroom dat veiliger en milieuvriendelijker is dan de standaard vergromingsmethode. Als de steeksleutels met water zijn afgespoeld, blinken ze je tegemoet.